Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Gisteren hebben jullie kunnen zien dat we bij de Aldi best wel veel hebben ingekocht. Pak je ratellinten. Nou, die vond ik beter gaan. Dan die van de Lidl. Precies, en deze gingen heel snel. Ook bizar. Nou, de Knetter King. Die zitten dit jaar in een kartonnen doosje in plaats van plastic hier. Die testen we ook zo even uit. Dan ben ik benieuwd of die voetjes ook veranderd zijn. Ik denk ook naar karton, inderdaad. Dat heb ik al vaker gezien. Ja, ook bij die Knetter Kings bij Lidl, hè? Het plakband is in ieder geval ook karton geworden. Ja, ja, het is veranderd, man. Ja, dit is dan gewoon hetzelfde als die van de Lidl, denk ik. Ze hebben geen, plastic onderkantjes meer. Het meterpakket. Zit er allemaal in? Ja, allemaal zooi, sterretjes. Hyperfonteinen en ook wat van die rare glitters? Zogenaamde nitraten. Want zeg je eerlijk, die dingen lijken echt op... Ja, fonteinenmix. Fonteinenmix, die is wel goed. Alleen ik vind het dit jaar wel wat meer tegenvallen, man. Kwaliteit lijkt omlaag gegaan. En de prijs omhoog. Knetterrotjes, 80 stuks. Zijn leuk, zeker. Ook mooi. En de bonbonnetjes. Wat is dat dan? Nou, die waren vorig jaar nieuw, toch? Ik vind ze tegenvallen. We kunnen gelijk even eentje doen. Ja. Eigenlijk lijkt het heel erg op elkaar, hè? We beginnen een beetje met het grondvuurwerk. Echt gekke dingen zijn Billy Crackers, hoor, man. Maar ik vind ze wel tegenvallen, ja. Zo. Zie je, het zijn gewoon kleine knetterballetjes. Echt Billy Crackers. Terwijl ik dan weer de ratellinten wel weer goed vond. Zo, hoorde je die gil? Nee, man. Zo. Volgende zijn de ratellintjes. Ik ga er eerst even een aantal uithalen. Om te kijken of deze dan ook langzaam gaan. Of snel gaan. Die van gisteren in de video. Echt heel snel. Ik wil snel rond erin. Zo. Die gaan echt heel snel, ja. 3 seconden. Echt 3 seconden. Snel rond, man. Zet een timer in beeld. Bizar, hè? Zo. Wel beter. Beter. Zo dan. Zijn we goed dit jaar, man? Hey. Ik zei het toch? Zo. Die laatste was nog harder. Kijk, dit is beter dan rotjes, hoor. Knetterrotjes. Nee. Het volgende stuk is de Knetter King. Laten we die ook maar even testen. Die hebben we trouwens niet in de video gedaan, vorige keer. Nee, helemaal vergeten. Doe maar, man. Zet maar rechtop. 2, allebei? Ja. Moet je wel blijven staan. Hey, als volgens mij... Zijn die knetters lager, man? Zo. Zo. De knetterrotjes, jongens. Wegwezen. Zo. Ik vertrouw er niet helemaal. Kijk, man. Ja, ik zou zeggen, steek gewoon heel dat doosje aan. Ja, ik heb hier 2 grondbloemen. Zo. Zo, die rookpluim. Nou, jongens, die bonbonnetjes, daar ben ik niet zo fan van. Dus we gaan even al die dingen in één keer doen.
Ben benieuwd. Zo. Ja, nu gaat alles. Zo. Ja. Die zijn echt beter dit jaar. Zo, hè? Deze zit ook bij de pakket. En superfonteinen noemen ze die. Ja, die hebben ze ook in die normale mix, toch? Even kijken. Die hyperfonteinen vind ik wel echt vet. Check hoe deze zijn. Ja, ik wacht op de knetter. Hebben die wel dan? Nee, hè? Kennelijk niet. Dat vind ik niet echt super aan, man. Ze komen alleen iets hoger. Nou, ook hier dit zijn weer die glitters. Glitters, heel pakketje. Met een knetterlint aan het begin. Die om in 3 seconden wegknalt. Knettert. Net af. Moet allemaal af. Hey, kijk. Ze werken. Ja. Is dat even hard? Jawel, zeker. Volgens mij is de helft niet eens afgegaan, of wel? Ze zijn echt keihard hier, hè? Oh shit! Allemaal auto's die ik wel leuk vind. Knetterfonteinen. Nou, we zagen gisteren in de video dat knetterfonteinen helemaal niet knetteren. Ben ik benieuwd of deze dat wel doen. Misschien een oude. Zijn we die boiling waters, zeker. Steek even wat meer aan. Nou, eerst even eentje kijken, man. Mooie knetter. Ah, dat zijn deze. Ja, die zijn wel mooi. Ja, voor 's avonds. Maar knetteren doen ze niet. Knetteren doen ze niet. Weet je welke dat wel doen? Hyperfontein. Ja, een fonteinen van vorig jaar van de Aldi. Zo, pas op, gek. Allemaal tegelijk. Ik vind deze wel hard, hoor. Netter deze dan ook. Powerfonteinen. Ik kan me niet meer herinneren, man. Hadden we net eentje van gedaan? Ja. Deze hebben hopelijk knetter. En anders zijn we echt genaaid. Ja, die fonteinen zijn dit jaar echt slechter, man. Ja. Ja, nou, dit was het. Nieuwe kans. Ja, ik vind ze veel minder dan andere jaren, man. Zonde. Yes. Niet helemaal, hij wel. Dit was de video voor vandaag. Het afgestoken vuurwerk van de Aldi. We hebben natuurlijk nog veel meer. Ik heb alles voor jullie afgestoken om te laten zien, is het vuurwerk nou beter of minder dan vorig jaar? En als je het aan mij vraagt, veel minder. Vooral die fonteinen, zit geen knetter meer in. Alleen de ratellinten trouwens, die gaan veel sneller en harder in mijn optiek. We hebben alles netjes opgeruimd voor iedereen die het wil zien en het nooit gelooft. Ik denk van, ik benoem het nu maar een keer. Maar we hebben alles tot aan de nok opgeruimd. Behalve dit karton, maar die nemen we mee. Morgen om 4 uur gewoon weer een nieuwe video, jongens. Later.